Oké, dit is dan, ik noem het dan maar de uitzetter. En dat is die lange plank, balkje, wat in feite je grote panelen ophoudt. En waar ze op rusten. En de onderkant, daar zit nu een slotplaatje. Eigenlijk dat die er niet afvalt. En als je goed kijkt, hier heb je een stopje. Hier aan die tandheugel, daar zit een stop. En die gebruik ik dat die hele balk er niet afvalt. En dat plaatje, dat valt precies erachter. En net onder de tandjes door. Als je kunt zien, ik weet niet of je dat goed kan zien. Hier lopen de tandjes. Andere kant, hetzelfde verhaal. En dat kun je dan draaien. Dat kun je een beetje wegdraaien. Het is heel... Het zit met een grote schroef. Ik zal het je even laten zien. Daar zit hij dan. Dat is één. En daar zit nummertje twee. De andere. Nou is de afstand tussen die blokken is 62,5 centimeter. En de hoogte van het blok is 39 millimeter. Sorry. En dan het plaatje. En ja, hoe groot je dat allemaal maakt, ja, dat maakt allemaal niet uit. Maar in ieder geval wel een flinke schroef, zodat hij stijf kan draaien en afsluiten. En aan de andere kant hetzelfde. Voordeel daarvan is dat hij er nu niet meer afvalt. En je hebt ook niet meer... Je hebt ook niet meer die het ductape nodig om het vast te plakken. Wat ik in het begin deed, maar dat was nog een beetje amateuristisch. Dat is het dan.